Welkom, Bombini, zeg ik tegen al onze Antilliaanse, Arubaanse WeConnectors. Welkom bij dit webinar van WeConnect met Engrain. Het doel van dit webinar is dat jullie allemaal een beetje inzicht krijgen in wat Engrain is, wat ze doen, wat voor tips en tricks ze hebben, zowel hier voor Nederland als voor de eilanden. Steffen, misschien eerst even, wat is Engrain precies? Ik zeg een creative digital agency. Kun je uitleggen wat jullie doen? We helpen bedrijven met drie dingen. Is het maken van platformen, digitale platformen, websites en content. Dus met content, we maken video, fotografie en we helpen ook bij de contentstrategieën. Bijvoorbeeld voor Pepsi doen we daarbij ook een stukje social media, dus hun nieuwe producten hebben we meegeholpen om online te plaatsen, dus content te maken ervoor. Maar ook de customer service dan via de digitale kanalen inzetten. Dus als er vragen zijn, bijvoorbeeld net als nu denk ik met KLM, heel veel vragen komen binnen. Die komen niet alleen maar via telefoon binnen, maar ook via social media. En dat is iets wat wij ook opzetten voor bedrijven. Dus hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee te werk? En wat voor content maak je dat daarbij ook aansluit? Duidelijk, dankjewel. Ik ga even naar David. David, wij kennen jullie als WeConnect omdat wij allemaal bij WeWork werken in de Weesperstraat in Amsterdam. Jullie hebben een kantoor daar, een heel prettig, levendig kantoor waar jullie met best wel een hecht team samenwerken. Er zitten soms 4 mensen, soms zitten er 7 mensen. We hebben altijd het gevoel dat wij heel erg welkom zijn daar. Hoe is dat voor jullie nu jullie niet fysiek op dat kantoor zitten? Hoe richten jullie bedrijf nu in? De transitie van fysiek en remote en natuurlijk ook met de waardes die we hebben als een community team, dat vond ik zelf persoonlijk best wel... Het was wel een soepele transitie. Dus met z'n allen, elke ochtend meeten we met elkaar via Hangout. En dat zit al in ons systeem. Het samenkomen en verhalen met elkaar delen. We beginnen met dagelijkse stand-up. Even met elkaar vertellen hoe de dag eruit ziet. En daar zijn we al gewend. Dus de transitie van dat en naar Hangout vond ik best wel soepel gaan.